Daar zit een beeldscherm waar ik dan op kan zien wat je normaal gesproken op de radio hoort. Er zit een frequentieteller in die mij aangeeft van of er ergens een signaal staat. En die mij dan zegt van nou, je moet daar en daar op afstemmen. En er zit een pijldoos in die mij aangeeft van welke kant ik op moet rijden. Als ik ergens op afgestemd sta en ik wil een signaal traceren van waar zit het nou. Dan geeft dat apparaatje de richting aan waar ik naartoe moet. Dagelijks speurt B. Mullen naar zendpiraten die de ether onveilig maken. In onze provincie zijn zo'n 400 zendpiraten actief. Ter vergelijking, in Noord-Holland zijn dat er 30. Ik ben nu aan het rijden op een signaal wat ik hoor op 99,5 in de FM-band. En ik ben er zo goed als 100% zeker van dat een etherpiraat is. En we rijden nu in de richting van Pekela. We rijden nu de richting van Pekela op, ja. Ik weet niet wie het is, ik weet ook niet waar hij zit, maar dat moeten we dan uitvissen. En daarvoor heb ik dan het beeldscherm en mijn pijldoos die zegt van welke kant ik op moet. Nou, die wijst nou een beetje schuin naar voren, dus dat klopt wel ongeveer met de richting waarin we nou rijden. Achter een gewoon rijtjeshuis in Stadskanaal staat de 26 meter hoge